Natuurlijk, als speler wil je zoveel mogelijk minuten. Ik wil mijn wedstrijden spelen voor Kortrijk. Ik wil bijleren als speler. Ik wil groeien als speler, zowel met de groep als met de club. Ik was bij Deins ook wel een profspeler, dus de manier van werken is ongeveer hetzelfde. Maar natuurlijk, het niveau is hier anders. Het is hier hoger, het is pittiger, het gaat hier sneller. Dus ik ben hier ook om bij te leren, dus bij deze ga ik het wel goed. Dus als je doelpunt maakt, Mats is gedaan, daar aan de zijkant van de familietribune, ik daar staan en hij een trui afgeven. Achter de mat. Oké? Okay? Dank u wel. Ik heb een belofte moeten doen als hij zei dat ik mijn eerste doelpunt scoor, dat ik dan een truitje geef aan hem of aan zijn zoon. Dus bij deze hou ik mijn belofte. Het accent is toch wel helemaal anders. De West-Vlaams, maar ik pik het wel op, moet ik zeggen. Van de kapitein, ook van Tom en Dion, spreek ik toch wel wat West-Vlaams. Dus We zeggen dat Antwerpen toch wel iets arroganter zijn en dat cliché. Maar hier zijn ze wel, hier zijn de mensen wel, moet ik zeggen, vriendelijk en lief. Ja. Maar heel veel verschil, zou ik niet echt zeggen. Hè. Wanneer ze voor mij het seizoen geslaagd zijn, ja, als ik een vaste waarde kan zijn voor Kortrijk, als ik de wedstrijden kan bepalen of winnen voor de ploeg, dan zal ik wel content zijn. Ja.